Ik ben Charles Smishaart, de general manager van Botlek Tank Terminal. Botlek Tank Terminal is een tankopslagbedrijf in de Rotterdamse haven, in het Botlekgebied. Vroeger was dit de locatie van een graansilo. We hebben op een gegeven moment in 2009 besloten om een tankterminal te beginnen. We hadden altijd vanuit de graansilo-tijd hadden we altijd al met douane te maken. Maar wat we nu opslaan zijn brandstoffen. En voor de brandstof hebben we dus te maken met accijns en met douanegoederen. En daarvoor is het douaneaspect opeens veel belangrijker geworden voor ons. Ik ben Nasra Enait, ik werk bij Botlek Tank Terminal in Rotterdam en ik ben verantwoordelijk voor de gehele douaneafhandeling binnen de BTT. De operatie binnen de BTT wordt ondersteund door een warehouse management systeem en een duty management systeem, Kino en de SCART. Een correcte afhandeling van aangiftes naar de douane toe is heel erg belangrijk, omdat we een vrij zwaar vergunningenpakket hebben. En om te voldoen aan alle wetten en regelgeving en de voorwaarden die in onze vergunningen staan, dan is een correcte afhandeling naar de douane en een rapportage is van groot belang om in controle en compliant te zijn. Omdat wij dus het warehouse management systeem en het douanesysteem met elkaar hebben verbonden, is de gehele operatie wat gebeurt in het warehouse management systeem, wordt gerapporteerd in het duty management systeem, wat dan ook weer wordt gerapporteerd naar de douane toe. Dus de douane weet precies wanneer, wat en hoeveel er hier heeft afgespeeld. De samenwerking met de CART dat is naar mijn mening gewoon ideaal, perfect eigenlijk. Als ik daar een cijfer aan mag geven, dan is dat gewoon een 9. En we hebben naar verschillende leveranciers gekeken en uiteindelijk hebben we gekozen voor de SCAR. Omdat we daar het meest vertrouwen in hadden en wij dat ook het meest state-of-the-art en een moderne pakket vonden. En we hebben dus ook van de SCAR de garantie gekregen dat het future-proof is. Wat we heel erg gewaardeerd hebben van de SCAR is dat ze altijd gezegd hebben van nee, we gaan niet weg voordat het klaar is. We gaan niet weg voordat het helemaal af is en voordat het draait. En dat hebben we altijd enorm gewaardeerd.